Breda Nu. Je weet het meteen. Sinterklaas is weer in het land. Maar wat vieren jullie nou eigenlijk liever? Sinterklaas of kerst? We gaan het nu vragen aan de Bredanaren wat hun mening daarop is. Kerst. Maar waarom dan? Het is gezellig, hè? Nou, ik vind Sinterklaas eigenlijk nog het leukste, vanwege dat we kleinkinderen hebben. Dat is dan gezellig. De kleintjes, alle cadeautjes op de vloer, met z'n allen eromheen. Dat is een leuke Sinterklaasviering. Een feest. Ja. Ik denk kerst. Ja, ik vind het wel leuker, maar als je wat jongere broertjes of zusjes hebt, dan wel Sinterklaas. En jij? Ja, ik ook kerst sowieso. Het is heel gezellig, altijd met je familie samenkomen, dus dat vind ik heel erg leuk, ja. Ja, ik ook kerst. Ja, Sinterklaas is leuk als je klein bent, maar nu vind ik kerst leuker. Ik vind liever kerst. En waarom dan? Omdat dat is gewoon een gezellige sfeer met heel de familie. Allebei? Alle twee. En wat doen jullie dan zo wel? Eten. Drinken. Cadeautjes. Cadeautjes. Surprise. Kerst en Sinterklaas, alle twee. En wat doet u dan zo wel? Een pakjesavond met de kinderen en kleinkinderen. En met de kerst bij de familie zitten. Heel gezellig. Ja, ik Sinterklaas voor de kleinkinderen. Vind ik wel heel erg leuk. En u? Ik beide. Gezellig samen eten. Ja, eten, cadeautjes uitpakken. Cadeautjes natuurlijk het belangrijkst. Ja, ja, leuke dingetjes doen, want je hebt natuurlijk ook vakantie. Dus dat is wel heel fijn. Ja. Sinterklaas. En waarom dan? Ik vind het veel gezelliger. En het is meer een trend in Nederland als kerstmis. Eten? Meestal ergens uit eten. Of bij de kinderen. Een van de dochters gaan we dan uit eten. En dan nemen we zelf. Meestal wordt het zo georganiseerd dat iedereen die komt ook wat lekkers meeneemt. En dan is het heel lang tafelen. Dat is het gezellige van kerst. Sinterklaas is gewoon meer op zijn kindertijd. En voor kerst is het gewoon leuker omdat je meer gezellig samen bent met familie. Okay. Naar de kerk. Dat hoort er ook nog bij. Het kerstkindje. Hè? Met Sinterklaas komen alle kinderen en kleinkinderen naar huis toe. En dan komen ze cadeautjes uitpakken. En met kerstfeest, dat vind ik ook een fijn feest. Vanwege dat ik een christelijke overtuiging heb. Breda Nu. Je weet het meteen.